was op een dag in januari in Rotterdam op Katendrecht. Toen heeft haar knul de blonde Arie haar voor het laatst gedag gezegd. Hij had gemonsterd op de vrede voor 7 weken uit en thuis. Nou is het 7 jaar geleden en nog kwam Arie niet naar huis. En altijd komen er schepen aan Katendrecht voorbij, maar de schuit van de blonde Arie, die is er nog steeds niet bij. Moet zij een boodschap voor de heren, smeert ze hem naar het Willemsplein, om daar vol angst te informeren wie er weer bijgekomen zijn. En altijd schepen vreemde vrouwen, ze ziet matrozen blond en blij, daar dan hun plunje zakken schouwen, maar die ze zoekt is er niet bij. En altijd komen er schepen aan Katendrecht voorbij, maar de schuit van de blonde Arie, die is er nog steeds niet bij. Vaak wordt ze s'avonds aangeslagen als ze daar aan de kade staat. Soms durft zo'n kerel haar te vragen of ze met hem eens dansen gaat. Bij zoiets jeuken dan haar handen, maar als de zeeman is die fan, dan vraagt ze hunkerend van verlangen of die der Arie heeft gekend.